boek een beetje in te leiden, leek het ons een goed idee om eerst wat te vertellen over de schrijver van De Klucht van de Koe. De schrijver van het boek is G.A. Bredero, oftewel Gerbrand Adriaans Bredero. Bredero was een Nederlandse dichter, schilder en toneelschrijver. Hij leefde van 16 maart 1585 tot 23 augustus 1618 in Amsterdam. Hij was de derde van 12 kinderen. Zijn ouders heetten Adriaan Cornelis Bredero en Marieke Gerbrands. Zoals we al vertelden, is Bredero toneelschrijver, schilder en dichter. Hij is erg bekend door zijn toneelstukken en minder bekend door zijn schilderijen. G.A. Bredero schreef treurspelen, wat treurige toneelstukken zijn, blijspelen, wat grappige toneelstukken zijn, kluchten, wat korte toneelstukken met komische momenten erin zijn, en gedichten. Hij begon met het schrijven van kluchten, waaronder onder andere De Klucht van de Koe en De Klucht van de Molenaar vallen. De Klucht van de Koe was gepubliceerd in 1612 en De Klucht van de Molenaar in 1619. Daarna begon hij met het schrijven van blijspelen. Zijn bekendste blijspelen zijn Moortje, gepubliceerd in 1615, en Den Spaanse Brabander, gepubliceerd in 1617. Den Spaanse Brabander is zo'n bekend blijspel geworden dat het ook wel het hoogtepunt van de Nederlandse blijspelkunst in de Gouden Eeuw wordt genoemd. Tijdens het schrijven van blijspelen heeft hij ook treurspelen geschreven. Bekende treurspelen van hem zijn Giane, Ruchelle en De Stomme Ridder. Giane en Ruchelle zijn allebei gepubliceerd in 1616 en De Stomme Ridder is gepubliceerd in 1619. Zijn gedichten schreef hij al sinds het begin van zijn carrière als schrijver. Een bekend gedicht van hem is Apollo, gepubliceerd in 1615. Al deze jaartallen zijn de jaartallen waarin het werk is gepubliceerd en niet wanneer hij het geschreven heeft. Bij zijn toneelstuk is het werk eerder opgevoerd en daarna pas gepubliceerd. Daarom is het zo dat sommige jaartallen na zijn dood vallen. Ons boek, De Klucht van de Koe zelf, is natuurlijk een klucht en ook een blijspel. De Klucht van de Koe gaat over een dief, de gauwdief. Het boekje begint ermee dat hij vertelt dat er ooit voorspeld is dat hij op 18-jarige leeftijd gestraft zou worden voor zijn misdaden en op de galg te sterven. Hij vertelt dat dit nog niet gebeurd is omdat hij een hele slimme dief is. Op een dag komt de gauwdief aan bij een boerderij in Ouderkerk waar hij onderdak vraagt. De boer gaat akkoord. Vervolgens vertelt de boer over zijn vrouw en hoe goed ze wel niet kan koken. Ook vertelt hij over zijn koe. Zijn koe is namelijk echt een hele goede koe die heel veel melk produceert. Hij zou niet weten wat hij zonder zijn koe zou moeten doen. Dan vraagt de boer aan de gauwdief waar hij de volgende dag naartoe gaat. Deze antwoordt in de ochtend naar Amsterdam te willen vertrekken. De boer vertelt hem dat hij wel mee wil gaan naar de grote stad. Als het eenmaal nacht is en de boer en zijn vrouw slapen, trekt de gauwdief naar de stal van de kostbare koe. Hij brengt de koe naar een hooiberg en bindt haar vast. Vervolgens sluipt hij weer terug naar de boerderij en gaat weer slapen. De volgende ochtend wordt de boer wakker en wekt de gauwdief. Hij had immers verteld dat hij vroeg naar Amsterdam wilde vertrekken. Samen trekken ze naar Amsterdam. Als ze een tijdje onderweg zijn, maakt de gauwdief de boer wijs dat hij nog bij iemand een afbetaling moet ophalen. De boer gelooft het en loopt langzaam door, terwijl de gauwdief zijn afbetaling ophaalt. Maar de gauwdief gaat snel terug naar de hooiberg waar hij de koe heeft vastgewonden. Hij neemt haar mee terug naar de boer. Als hij de boer eenmaal ingehaald heeft, legt hij hem uit hoe hij in plaats van geld een koe mee terug kan hebben genomen. Hij vertelt hem dat een man die hem geld schuldig was, compleet blut was. De man ging op zijn knieën en smeekte de gauwdief hem niet te doden. Omdat de gauwdief zo'n goede man is, deed hij dat natuurlijk niet en ging hij akkoord met het enige bezit van de man, de koe. De boer is niet al slim en heeft dus niet door dat de gauwdief aan het liegen is en dat eigenlijk zijn eigen koe voor zijn neus staat. Met een smoesje haalt de gauwdief de boer over om voor hem de koe te verkopen op de markt. De boer strijkt met een hand over zijn hart en gaat akkoord. Eenmaal terug van de markt geeft de boer de gauwdief het geld dat de koe heeft opgeleverd. De boer is totaal ontwetend van het feit dat hij zojuist zijn eigen koe verkocht heeft. Als dank voor zijn gunst biedt de gauwdief aan de boer een biertje te kopen in een herberg. Als ze daar aangekomen zijn, loopt de gauwdief, zonder dat iemand het doorheeft, naar buiten. En hij laat de boer achter. Het grappige aan het verhaal is dus dat de gauwdief, zoals hij zelf al zei, heel slim is. Door zijn list heeft hij voor weten te zorgen dat de boer zijn eigen koe verkocht heeft en hem de opbrengsten te geven.